We zijn onderweg naar de boerenhofstede Borreveld. De bomen die vroeger langs de oprit stonden zijn ooit gekapt en verwijderd. Maar inmiddels zijn er weer nieuwe bomen geplant, zoals noten- en perenbomen. Er zijn ook weer bomen geplant in de Schapenwei. Dat was vroeger namelijk ook een boomgaard. Walter Jaaltink, de landschapscoördinator van Zuidoost Utrecht, heeft de bewoners van Borreveld daarover geadviseerd. Zo zag de voordeur uit in de tijd van de heer en mevrouw Roel aan het begin van de 20e eeuw. De familie Taats van Amerongen heeft de boerenhofstede Borreveld laten bouwen. Deze Taats van Amerongen was familie van de bewoners van Natewis. De eerste steen gelegd door J.A. Baron Taats van Amerongen op 30 mei 1842. Na de familie Taats van Amerongen werd de familie Roel eigenaar van het huis en zij verpachtte het huis aan de familie Lekkerkerker. De familie Lekkerkerker heeft ruim 110 jaar gepacht en is nu alweer 10 jaar eigenaar van de boerenhofstede. De Tweede Wereldoorlog was voor iedereen een spannende tijd, ook hier op Borreveld. In de oorlog zaten hier Nederlandse soldaten gemobiliseerd. Later werden er hier Duitse soldaten ingekwartierd. Hier in deze schuur werd een luxe wagen in de muur ingemetseld en hier op deze hooizolder werd een motor verstopt. In deze oude deel stonden vroeger de koeien, maar sliep ook de knecht. Kijk, daarboven. De familie Lekkerkerker was en is altijd wel in voor iets nieuws. Zo was de oude meneer Lekkerkerker vernieuwend met zijn tractoren en wagens. Maar het was ook mogelijk om een cursus melken te volgen en dan kon je je melkersdiploma halen. Dit was een krantenknipsel met de cursusaankondiging erin. Annette Lekkerkerker heeft iets nieuws bedacht met dieren. Schapen, alpaca's, ezels, paarden en koeien worden ingezet voor koetsing. Een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ze komen weer lekker in hun vel te zitten door middel van deze boerderijdieren. Is het lekker? Oh, de bel voor het eten. Heerlijk, eens kijken wat de pot schaft.